collega's. Onze voorzitter heeft laten weten dat we al aan onze namiddagactiviteit en aan de hoorzitting mogen beginnen. Onze vier sprekers zijn ook aanwezig, dus we gaan hen ook niet langer laten wachten. En onze collega-specialisten media zijn er ook. Dus ik denk dat dat de juiste setting is om aan deze hoorzitting te kunnen beginnen. Jullie zien de vier aangekondigde sprekers hier vooraan. Meezitten. Onder elkaar hebben we afgesproken. Hopelijk vinden jullie dat goed dat professor Valke als eerste zal beginnen. Nadien gevolgd door Marcel Boulogne, Erika Koenen en tot slot ook Wouter Gekiere in die volgorde. Dank u wel. Ik stel voor dat we beginnen met een verslaggever aan te duiden. Ik zou graag collega Pochet voorstellen. Dank je wel. Bij deze is dat dan ook genoteerd. Ik had eigenlijk ook meneer Van Dalen willen voorstellen. Oh, wat een grote solidariteit. Dan hebben we er drie. Gaan we drie verslaggevers nemen? Joris en Katja dan. Oké, goed. Collega's, zijn jullie akkoord dat we de vier sprekers na elkaar de toelichting laten geven en dat we dan nadien de vragen samen bundelen? Goed. Oké, bij deze afgesproken. En dan, zoals aangekondigd, geef ik u graag als eerste het woord. Alsjeblieft. Dank u wel. Het is een plezier om hier terug te zijn vandaag. We hebben hier eerder over een specifiek aspect van de herziening van de richtlijn gepraat in januari. Namelijk over de kwestie of dat het land van ontvangst meer bevoegdheden moest krijgen om in te grijpen als er zaken op, in de programma's niet klopten. Dat was naar aanleiding van een voorstel van een van de Baltische Staten, Estland, als ik mij goed herinner, of Letland. Litouwen? Nee, het Litouwse. Oké, een van de Baltische Staten. Nu, wat ik voor vandaag heb voorbereid, is eigenlijk, want ik heb begrepen dat jullie al een toelichting gekregen hebben over wat er zit aan te komen en wat de voornaamste wijzigingen zullen zijn. Dus waar ik vooral wil op focussen is, ik heb voor mezelf een aantal positieve punten, een aantal negatieve punten genoteerd die ik met jullie zou willen delen. Wat vind ik zelf een vooruitgang en waar zou er eventueel nog een verbetering mogelijk zijn in de tekst die door de commissie is voorgesteld. En ik zal daarbij ook aandacht hebben aan het ontwerprapport van het Comité Cultuur, zoals dat afgelopen maandag in het Europees Parlement is besproken geweest. Om bij het begin te beginnen, de scope van het richtlijnvoorstel. Wat zal het nieuwe materiële toepassingsgebied zijn? We hebben de vorige keer al in 2007 een uitbreiding gezien van lineaire televisiediensten naar on-demand diensten. En nu krijgen we nog een nieuwe uitbreiding van toepassingsgebied, tot op zekere hoogte, naar de zogenaamde videoplatformen. Persoonlijk vind ik dat een goede zaak, omdat het televisie kijken verandert. Daar hebben jullie al meerdere uiteenzettingen over gehoord. Daar zijn jullie mee vertrouwd. Jongeren gaan niet meer gewoon voor televisie zitten en volgen niet langer gewoon het programmaschema dat hen wordt aangeboden. En zelfs ouderen gaan niet altijd meer gewoon lineair kijken. En ook niet meer gewoon via het klassieke televisietoestel, maar wel via nieuwe platformen, via internet, iPads, smartphones enzovoort. En diegenen die videocontent samenvoegen via platformen en op een on-demand manier gaan aanbieden, die gaan eigenlijk in die mediasector een grotere rol vervullen, een grotere impact, meer economische macht verwerven en ook een grotere invloed hebben op wat er uiteindelijk wordt bekeken. Dus in die zin vind ik het voorstel om hen mee in de scope op te nemen van de richtlijn en een aantal verplichtingen, een beperkt aantal verplichtingen, zoals op het vlak van haatspraak, zoals de Nederlandse term
is blijkbaar volgens de documenten die ik gezien heb, maar hate speech in het Engels. Enerzijds een bescherming minderjarigen en anderzijds vind ik een goede zaak. Het ontwerprapport van het Comité Cultuur van het Europees Parlement wil die verplichting voor platformen eigenlijk nog uitbreiden en ook een hele reeks verplichtingen op vlak van commerciële communicatie gaan opleggen. Ik heb een beetje mijn twijfels bij de afdwingbaarheid daarvan, één. En twee, bij de overeenstemming daarvan met de regels rond elektronische handel. In 2000 heeft de Europese wetgever een richtlijn elektronische handel aangenomen, waarin duidelijk staat dat tussenpersonen, die eigenlijk geen inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor de inhoudelijke kant van de dienst, daar ook niet aansprakelijk kunnen voor worden gesteld. Tenzij ze op de hoogte worden gebracht, tenzij er een notice komt en die tussenpersoon, die platformaanbieder, dan niet prompt genoeg reageert of niet op de juiste manier reageert. Dus om nu allerlei ook reclamebepalingen te willen gaan afdwingen ten aanzien van die user-generated video's die via videoplatformen worden aangeboden, zie ik niet goed hoe dat spoort met de bepaling van de e-commerce-richtlijn en ook hoe dat afdwingbaar gemaakt moet worden. U weet dat ik ook in de Algemene Kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media zetel. Wordt het dan onze taak om familievaders te gaan achterna zitten die te prominent het merk van cola, Coca-Cola of zo, of het merk van de jurk, de communiejurk van hun dochter in beeld hebben gebracht tijdens die video? Dat zie ik eerlijk gezegd moeilijk haalbaar. Dan is er ook een kleine aanpassing in de definitie van audiovisuele mediadienst. Die wordt voorgesteld, wat een aanpassing is, eigenlijk gewoon in het licht van een uitspraak van het Hof van Justitie en de New Media Online zaak. Dus daar heb ik op zich eigenlijk ook geen... vind ik op zich een positieve zaak. Hè. Ik heb er eigenlijk geen grote bedenkingen bij. Het territoriaal toepassingsgebied, daar stelt de Europese Commissie een vereenvoudiging voor van de criteria die op dit moment gehanteerd worden om na te gaan wat de bevoegde lidstaat is om controle uit te oefenen op de programma's. Er is een gans cascadesysteem dat momenteel in voege is. Er moet gekeken worden waar het hoofdkantoor is, waar de programmabeslissingen genomen worden. Dat zijn twee verschillende lidstaten, dus waar een significant deel of het grootste deel van het personeel zich bevindt. En dan zijn er nog een aantal scenario's die worden beschreven. Dit wordt vereenvoudigd en dat vind ik op zich een goede zaak. Dus daar heb ik eigenlijk ook geen grote bedenkingen bij. Ik heb gezien dat het ontwerprapport van het Comité Cultuur van het Europees Parlement die vereenvoudiging terug wil schrappen, maar ik snap niet goed de beweegreden daarvoor. Wat wel zou veranderen, dat zijn de procedures om in te grijpen of de mogelijkheden voor de ontvangststaten om in te grijpen wanneer er inbreuken zijn op regels die voortvloeien uit de richtlijn en anderzijds inbreuken op regels die ze zelf uitgevaardigd hebben en die strenger zijn dan wat de richtlijn voorziet. De hele procedure rond de U-bocht-doctrine enzovoort. Dus daar zouden een aantal wijzigingen aan gebeuren om onder meer ERGA, een belangrijk, dat is het overkoepelend orgaan van de mediaregulatoren, om hen een bemiddelende rol of ook een adviserende rol te geven bij conflicten tussen lidstaten over wie nu bevoegd is, over een aanbieder. En dat is ook om tegemoet te komen aan de bekommernis van die Baltische staten, die we eerder dit jaar besproken hebben, en die geconfronteerd worden met kanalen in de Russische taal, die dan vanuit Londen opereren, en waar zij moeite hebben dat ze daar geen actie kunnen tegen ondernemen. Ze vinden dat die kanalen propaganda ten voordeel van Rusland verspreiden en onder de huidige regels hebben ze eigenlijk weinig in handen om daar iets aan te doen, omdat het eigenlijk de Britse regulator is die bevoegd is. Er wordt ook door het Comité Cultuur van het Europees Parlement voorgesteld om in die procedure een aantal zaken te veranderen. Het Comité Cultuur, heb ik gezien, wil eigenlijk af van de regel dat er van minstens twee inbreuken sprake moet zijn binnen het jaar om te kunnen maatregelen nemen tegen een aanbieder in een andere lidstaat.
We zullen zien of dat amendement het uiteindelijk zal halen. Ik ben daar eigenlijk zelf nog een voorstander, nog een tegenstander van. Wat er uit de bus komt. Ik denk het blijven vasthouden aan het principe van het oorspronglandbeginsel, met dan de mogelijkheid om op te treden als er zich flagrante inbreuken zouden voordoen of als er echt sprake zou zijn van het omzeilen van regels, vind ik op zich een goede zaak. Dan komen we aan de bepalingen rond commerciële communicatie. Hè. Die worden toch wel een stuk versoepeld in het voorstel van de commissie. Eén voorbeeld, de regels in zaken productplaatsing. Daar wordt voorgesteld dat het vereiste dat er geen overmatige aandacht mag zijn, dat het geschrapt zou worden. Vanuit mijn ervaring terug binnen de Algemene Kamer van de VRM, kan ik bevestigen dat het toepassen van die vereisten niet altijd eenvoudig is. We proberen dat zo objectief mogelijk te maken, maar jullie weten ongetwijfeld ook dat dat vaak tot ergernis leidt bij omroepen. Die niet snappen waarom ze Seppe Smits niet zijn muts mogen laten aanhouden in een programma of waarom ze Diana David niet mogen laten zien in Thuis. Dus dat leidt wel eens tot frustraties. Dus als dat nu afgeschaft wordt, dan zal ik daar geen grote problemen mee hebben. Ik denk niet dat dat op zich tot voor de kijker tot grote problemen zal leiden. Ik denk eerder, misschien een beetje provocerend, dat het eerder de omroepen zelf in de problemen gaat brengen, omdat ze dan nog meer de druk van adverteerders gaan voelen om een bepaald merk op die of die manier in beeld te brengen. En nu kan de mensen op de juridische dienst konden dan vaak zwaaien met mediadecreten. Hey, de VRM gaat ons beboeten als we dat niet op een zo natuurlijk mogelijke manier in beeld brengen. Als dat wegvalt, die regel, dan hebben zij die stok niet meer achter de deur. Dan is het aan hen om tot afspraak te komen met de adverteerder. Nu, dat is blijkbaar hun vraag. Ze willen meer flexibiliteit, meer soepelheid op het vlak van commerciële communicatie. Ik denk niet volledig onterecht. Als je ziet wat er op het internet allemaal kan, daar is een veel grotere flexibiliteit dan wat er nu op audiovisuele mediadiensten, televisie, mogelijk is. Een ander voorbeeld, en dat houdt ook verband met de wijziging die wordt voorgesteld, dat is het schrappen van het verbod op geïsoleerde reclamespots. Ook daar, vanuit mijn ervaring binnen de VRM, hebben we in het verleden beslissingen moeten nemen om die regel te laten respecteren, maar waarvan je je kon afvragen of dat wel opportun was. De opgeleukte reclamesblokken. Waar spots te zien zijn, waar er dan een soort quizvraag in kwam. Dat was, omdat daar uiteindelijk een geïsoleerde reclamespot te zien was, dan een stukje redactionele inhoud, terug een geïsoleerde reclamespot. Hebben we daar de omroep moeten een sanctie voor opleggen. Maar ik denk vandaag de dag dat de kijker zich daar eigenlijk, of de kijker daar niet door, dat is mijn persoonlijke mening, dat de kijker daar eigenlijk niet door geschaad zou worden als die meer met geïsoleerde reclamespots geconfronteerd zal worden. Het kan zijn natuurlijk dat consumentenorganisaties daar een andere mening over hebben, maar dat is mijn puur persoonlijke visie. Dus voor alle duidelijkheid, ik vertegenwoordig hier niet de visie van de VRM. Ik spreek hier louter in eigen naam. Alleen breng ik af en toe mijn ervaring vanuit de Algemene Kamer van de VRM in. Wat heb ik hier nog genoteerd? Ja, een belangrijk punt, misschien om mee te eindigen, de bepalingen rond de onafhankelijkheid van de regulator. Dat was ook onder de vorige herziening al een punt van discussie. En toen wou de commissie eigenlijk ook verder gaan in het verankeren van die onafhankelijkheid van de regulator in de richtlijn. Dat is er toen niet doorgekomen. Er staat nu in artikel 30 van de huidige richtlijn een bepaling van lidstaten moeten samenwerken met elkaar voor de uitvoering van de richtlijn, in het bijzonder via hun onafhankelijke regulatoren. Maar dat houdt op zich niet een duidelijk afdwingbare verplichting in. 1. Om zo'n onafhankelijke regulator te hebben. En 2. Om wat houdt die onafhankelijkheid dan in? Wat betekent dat precies? En dat staat eigenlijk in schril contrast met wat we kennen in de telecomsector. De elektronische communicatierichtlijnen bevatten daar wel heel duidelijke criteria om van een onafhankelijke regulator te spreken. Hetzelfde in de energiesector, de financiële sector.
de regels rond gegevensbescherming. Hè, daar wordt die onafhankelijkheid van die toezichthouder telkens zeer sterk verankerd in de EU-wetgeving en wordt ook verduidelijkt wat het inhoudt om zo'n onafhankelijke regulator te hebben. In de mediasector hebben we dat niet, terwijl dat net een van de sectoren is, mijns inziens, waar die onafhankelijkheid net des te belangrijker is, hè, vanuit het oogpunt van het verzekeren van mediapluraliteit in de sector en te zorgen dat er van een onafhankelijk en onpartijdig toezicht sprake is, zonder politieke beïnvloeding of beïnvloeding vanuit de industrie. Het feit dat nu in het ontwerprapport van het Comité Cultuur van het Europees Parlement voorgesteld wordt, of amendementen voorgesteld worden om die onafhankelijkheidsvereisten daar grotendeels weer uit te halen. En ook om de rol van ERGA, dus dat overkoepelend orgaan van die mediaregulatoren, om dat sterk af te zwakken, dat is iets wat er bij mij niet goed in kan. En wat vooral te maken heeft met Duitse eigenheden, gevoeligheden die in Duitsland leven. Dus ik hoop dat die amendementen het niet halen en dat wat de commissie voorstelt, dat dat effectief aangenomen wordt. En misschien helemaal op, als allerlaatste puntje, ik hoop dat ik nog binnen mijn tijd blijf, dat is, ik heb het vernoemd, de kwestie mediapluralisme. U weet, dat is een stokpaardje van mij. Ik had gehoopt dat er in het richtlijnvoorstel meer zaken zouden zitten die mediapluralisme ook vanuit de economische kant zouden benaderen en die met media-eigendom te maken zouden hebben. Die bijvoorbeeld er zouden voor zorgen dat er vanuit, of dat de verstrengeling tussen eigendom in andere industrieën en media of tussen dus de belangenconflicten die kunnen voortvloeien, het feit dat degenen die politieke machthebbers zijn, bepaalde media en eigendom hebben, dat dat ook in de richtlijn verankerd zou worden. Dat is niet het geval. Ik snap dat dat heel gevoelig ligt. Ik begrijp de positie van de commissie daarin, maar neemt niet weg dat ik het betreur. Op dit moment, de richtlijn heeft aandacht voor culturele diversiteit met de culturele quota, die nu ook uitgebreid gaan worden naar online videodiensten. Maar dat is al niet te min. Had ik het graag gezien dat er rond media-eigendom ook iets in kwam. Maar dat is dus niet het geval. Ik dank u voor uw aandacht en ik sta open om allerlei vragen die u heeft te beantwoorden. Dank u wel. Dank collega's. Dag mevrouw Peggy-Valken. Is de afspraak niet dat we eerst alle sprekers aan het woord laten en dan de vragenronde doen? Ja. Dat lijkt mij ook complementairder. Hè? De tweede, volgens mijn lijstje, meneer Boulogne krijgt het woord. Hij is sectorhoofd van de audiovisuele mediadiensten van de Europese Commissie. Meneer Boulogne, alsjeblieft. Hartelijk dank. Ik heb het verslag gezien dat al zeg maar namens de commissie, de presentatie van het voorstel heeft al reeds plaatsgevonden. Dus ik probeer misschien een aantal dingen aan te vullen op de zaken die Peggy nu heeft aangehaald. En ik ben ook bereid om andere zaken dus verder te behandelen, te bespreken. Inderdaad, het voorstel dat heeft. We willen graag de rijkwijde van de richtlijn uitbreiden tot videosharing platforms. Dingen als zaken als YouTube. Omdat zoveel, vooral minderjarigen, daarnaar kijken. En doen dat meestal dus buiten het zicht van hun ouders. En het is daarom zaak, hoewel er geen redactionele verantwoordelijkheid is voor de inhoud. Een platform als YouTube heeft geen redactionele verantwoordelijkheid voor de zaken die mensen daar uploaden. Maar het is toch zaak dus dat minderjarigen in zekere mate beschermd worden. En dat ook zaken als aanzetting tot haat of haatpraat, dat die op een voldoende wijze ingeperkt kunnen worden. We hebben al de e-commerce richtlijn die illegale content dus verbiedt en zodra dus een intermediary, een tussenpersoon, u moet mij vergeven voor mijn slechte Nederlands, mijn vakwoorden die zijn allemaal in het Engels, dat een tussenpersoon die daar niet verantwoordelijk is voor wat er door het netwerk loopt,
Maar op het moment dus dat ze verwittigd worden, dat er illegale zaken op een website staan, op YouTube staan, dan moeten ze dat verwijderen. Het voorstel, omdat de e-commerce-richtlijn gewoon blijft bestaan, het voorstel is niet, met betrekking tot video-sharing platforms, gaat niet heel erg ver, omdat we die verantwoordelijkheid of de uitsluiting van de aansprakelijkheid van die platformen dus intact laten. Maar we willen zorgen dus dat dat er genoeg maatregelen genomen worden om het mogelijk ik kan echt geen Nederlands meer spreken. Nee, ik moet even Nederlands doen. Om binnen de mogelijkheden die er zijn een zekere mate van bescherming te bieden. En dat betekent dus dat er flagging mechanisms, dus het idee dat je kan zeggen deze content die zou eigenlijk niet voor kinderen onder een bepaalde leeftijd beschikbaar moeten zijn. Maar ook klassificeren van content door gebruikers. Dat ze kunnen zeggen van hier zit seks in, hier zit geweld in. Dat ook degene die een content uploadt dat al kan doen. En op die manier dus informatie te geven die ouders, maar ook kinderen dus op een zekere mate van bescherming bieden. Ik zal niet op alle precieze maatregelen die wij voorstellen ingaan. Maar het idee is dus dat er een extra laag bescherming komt. Die niet dezelfde mate van bescherming biedt als bijvoorbeeld bij omroepen of bij diensten op aanvraag. Waar er echt redactionele verantwoordelijkheid is. Waar de content die getoond wordt, waar mensen echt verantwoordelijk zijn. Met betrekking tot de vereenvoudiging van de regels met betrekking tot jurisdictie. We hebben gemerkt dat in de Raad dus een aantal lidstaten daar tegen zijn. Ik geloof dat België en Nederland, wellicht met Luxemburg in oog, deze veranderingen juist toejuichen. Maar wat we ook hebben gedaan met het land van oorsprongsbeginsel is dat we twee extra uitzonderingen dus op de regel van het land van oorsprongsbeginsel hebben toegevoegd. Zo, dat is public health, publieke gezondheid, en public order, het spijt me. In ieder geval die zaken, het voorbeeld van Litouwen, waar Russische uitzendingen in de Russische taal zich richten op Litouwen, waar de commissie een beslissing heeft genomen dat er daadwerkelijk sprake was van aanzetting tot haat. Maar in heel veel problematische uitzendingen zitten zaken die eigenlijk niet aanzetten tot haat, maar die wellicht wel een invloed zouden hebben op de veiligheid van een bijzonder kleine lidstaat, heel vlak tegen Rusland aan, met een grote Russische minderheid binnen hun landsgrenzen. Dus vanuit dat oogpunt hebben we de uitzonderingsgronden die al van toepassing waren op de diensten op aanvraag, hebben we ook toegevoegd aan de diensten die van toepassing zijn op omroep. We hebben de ERGA, de groep, de European Regulators Group for Audiovisual Media Services, die hebben we in ons voorstel geformaliseerd. Die groep die is al 2 jaar is die bezig. In feite is er niet zou alles eigenlijk hetzelfde werken. En in principe, ERGA wordt al
om een mening gevraagd op een heleboel zaken. Het gaat erom om dat te formaliseren. Een aantal lidstaten zijn daar niet bijzonder blij mee en die zouden die rol meer weggelicht zien voor het contactcomité. Maar voor ons is het van belang om niet alleen de lidstaten van gedachten te wisselen binnen het contactcomité, maar juist de expertise te hebben van de toezichthouders die de richtlijn elke dag toepassen. En ja, dat is voor ons een reden om dat in de richtlijn te brengen. Iets wat Peggy heeft aangehaald met betrekking tot het aantal inbreuken dat nodig is om een uitzending van buiten de lidstaat te stoppen en een procedure te starten voor de commissie. Het parlement wil graag dat terugbrengen tot één inbreuk. En op het ogenblik zijn dat drie inbreuken, dus je moet er eigenlijk drie hebben binnen een periode van een jaar. En de reden daar is om te zorgen dus dat de vrije ontvangst van audiovisuele mediadiensten gegarandeerd is. En je kan een voorbeeld bedenken. Er was in Duitsland was op het ZDF was de uitzending met Böhmermann, waar hij president Erdogan beledigde. Of waar mensen zeggen dat hij, je kan wel zeggen dat hij hem beledigde. Stel dat in een land van ontvangst dat opeens gezien wordt als een aanzetting tot haat. Of misschien public order. Als je dan maar één inbreuk nodig hebt om een uitzending te stoppen. Of om een heel kanaal, de ontvangst van een kanaal te stoppen. Dat gaat erg ver. En het gaat er juist om dat niet een incident dus als reden wordt gebruikt om kanalen te stoppen. Dus uit dat oogpunt zien wij het vasthouden aan een aantal inbreuken daar van belang. Dan met betrekking tot de reclameregels. Daar voorzien we dus een flexibilisering. In aanmerking nemend dat juist omroepen erg veel Europese werk investeren. En om die reden, er is erg veel concurrentie, er is veel aanbod, een fragmentatie van het aanbod. En ons inziens is het daarom van belang dus dat er genoeg flexibiliteit is om voor de omroepen om zoveel mogelijk inkomsten te halen uit reclame. En behalve de zaken als de productplaatsing, voorzien we dus ook een flexibilisering met betrekking tot de reclame. Dus tussen 7 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond, 20%. Niet langer 20% per uur, wat neerkomt op 12 minuten per uur. Maar dat de omroepen de vrijheid krijgen om die reclame op die momenten te plaatsen waar ze de grootste inkomsten eruit halen. Dat betekent wel dat er wellicht in bijvoorbeeld in prime time er een grotere reclamedruk is. In principe betekent het niet dat er meer reclame is. Er is nog steeds een beperking van 7 uur tot 11 uur tot 20% reclame binnen dat tijdsbestek. Maar het zou kunnen dat om 8:30 er opeens, niet 12 minuten, maar 14. Nou, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, daar zitten tussen 18 en 20 minuten reclame. Ik denk niet dat de Europese kijker zoveel reclame zou verdragen. Het verschil ook is het aantal interrupties dat is veel groter dan hier ooit plaatsvindt. Dus dit is iets waar, dit is een politieke beslissing om dit zo te doen. Het parlement vindt het cultuurcomité van het Europese parlement vindt dat dit te ver gaat en zij voorzien een extra timeslot van 8 uur tot 11 uur. Dus dat er
binnen dat tijdsbestek dat er meer vrijheid is, maar dus dat er dan 36 minuten reclame binnen die drie uur zou kunnen zitten. De onafhankelijkheid van de toezichthouders. Ja, voor ons is dat iets wat heel erg van belang is. We hebben in een aantal lidstaten hebben problemen gezien waar de toezichthouders naar huis gestuurd zijn, of waar er zelfs op het ogenblik geen toezichthouders zijn. Het is echt van belang dus dat wij als commissie een mogelijkheid hebben om in ieder geval een dialoog aan te gaan met de lidstaten daarover. Op dit ogenblik, we hebben artikel 30 en daar worden onafhankelijke toezichthouders worden daar genoemd. Maar dat biedt geen juridische basis om een inbreukactie tegen een lidstaat te beginnen. En hoewel Peggy weet het goed, dit alleen een formele onafhankelijkheid betekent. En de daadwerkelijke onafhankelijkheid is altijd te bezien en hangt van vele zaken af, zoals de democratische traditie binnen een bepaalde lidstaat. Maar dat geeft zou de commissie in ieder geval een mogelijkheid geven om actie te ondernemen. Met betrekking tot wat Peggy zei over de media-eigendom. De reden waarom we dat niet als zodanig in deze richtlijn hebben, daar zijn andere instrumenten op Europees niveau waar bijvoorbeeld beneficial ownership, beneficiële eigendom, waar dat is vastgelegd, maar niet in de richtlijn. En dat doen we omdat er geen juridische basis is om dat te doen. Er zijn veel andere zaken waar ik over kan spreken, maar wellicht dat ik hier stop en dat hierop terug kan komen. Dank u wel. Ja, straks nog aanvullende elementen genoeg, denk ik. Hè. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Erika Koenen, namens de studiedienst van de Gezinsbond, denk ik. Hè. Namens de Gezinsbond, maar u werkt bij de studiedienst. Zo is het. Ik ga eerst proberen om de spel aan de praat te krijgen. Ja. Hier nog een operatie doen. Aha. De schermen namelijk aanzetten. Ja. Dank je. Dames en heren van de commissie, aan de Gezinsbond werd ook gevraagd om langs te komen om onze kritische kijk op dit voorstel tot richtlijn met jullie te delen. We hebben er heel bewust voor gekozen om dit te doen met onze kinderrechtenbril op. Dus de uiteenzetting die ik ga houden is echt heel erg gefocust. En de vraag die wij ons gesteld hebben is, in hoeverre zijn minderjarigen bij deze richtlijn gebaat? Welke zijn de voordelen, welke zijn de nadelen, welke zijn de aandachtspunten? In eerste instantie willen we het hebben over de positieve elementen. Er gaat duidelijk meer aandacht uit naar minderjarigen in dit nieuwe voorstel. Wat wij alleen maar kunnen toejuichen, er zijn meer bepalingen die minderjarigen als scope hebben. In tweede instantie is er een verruiming van het toepassingsgebied. Peggy heeft er ook al over gesproken. Naast de televisie komen ook andere audiovisuele diensten in het vizier. Gegeven het feit dat het meestal net minderjarigen zijn die sneller naar andere audiovisuele diensten gaan grijpen, denken wij dat dat een heel positieve evolutie is. En dat die verruiming noodzakelijk was. En een derde positief punt is, minderjarigen kwamen in de vorige richtlijn ook aan bod in een apart hoofdstukje in artikel 27, ergens achteraan. Dat lijkt nu een upgrade gekregen te hebben. Het is nu opgenomen in de bepalingen die gelden voor alle audiovisuele diensten. Dus wij gaan er graag van uit dat de reden hiervoor is dat men vond dat het minderjarigen prominenter aanwezig mochten zijn, dat de bezorgdheid om de bescherming van de minderjarigen uitdrukkelijker aan bod mocht komen. Tot zover de positieve elementen. Dan zijn er toch nog een aantal zaken waarvan we denken dat het belangrijk is om de mogelijke addertjes onder het gras even aan te wijzen. In eerste instantie is er artikel 9 over de audiovisuele commerciële communicatie.
Daar wordt een lid aan toegevoegd dat spreekt over kinderen en ongezonde voeding. Daar zijn wij heel blij mee. En toch denken we, het is heel zachtjes geformuleerd. Het gaat erom dat de lidstaten de actoren zullen aanmoedigen om gedragscodes te redigeren. En dan denken we, aanmoedigen tot zelfregulering is in een materie die minderjarigen aanbelangt te soft. Het minste waarvoor wij kunnen settelen in deze materie is een co-regulering en zeker geen uitsluitende zelfregulering. Er zijn in het verleden al European en Belgian pledges geweest over commerciële communicatie. En naar ons aanvoelen hebben die vooral aangetoond dat dat heel weinig verandering brengt. Dus in die zin zouden wij erop willen aandringen om daar toch aandacht voor te hebben. Enerzijds krijg je het gevoel van gezonde voeding krijgt aandacht en dat is heel belangrijk. Maar anderzijds krijgt het verder in de richtlijn eigenlijk geen prominente plaats. Alcohol en tabak worden in dat artikel 9 ook genoemd en die komen dan later in de richtlijn terug, worden weer opgehaald, worden regels over uitgewerkt, wordt bijvoorbeeld tabak wordt als expliciete uitzondering bij product placement opgenomen. Dat zien we niet meer bij gezonde voeding. En dat betreuren wij eigenlijk. We stellen vast dat hier een nieuwe term opduikt. Waar kinderprogramma's gebruikelijk was, komt er nu opeens de term programma's waarnaar een significant aantal kinderen kijkt. We gaan ervan uit dat dat is omdat men er zich van bewust is dat kinderen naar meer dan kinderprogramma's kijken. En als je het belangrijk vindt om minderjarigen te beschermen, dat het ook nodig is om die blik te verruimen naar andere programma's dan louter kinderprogramma's. Alleen komt er geen definiëring, komt er geen verdere uitwerking van het begrip. Wat is een significant aantal kinderen? Hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Wat ons een beetje doet vrezen dat dat een lege doos zou kunnen worden. Zover artikel 9. In artikel 20 hebben we het over de reclameblokken. Tot nu toe mochten programma's onderbroken worden om de 30 minuten. Dat wordt gereduceerd, uitgebreid eigenlijk. Om de 20 minuten mag het nu onderbroken worden. Daar is een uitzondering voor kinderprogramma's. En dan is het een beetje raar als men een nieuwe term introduceert en zegt van we gaan die kinderprogramma's, we gaan dat breder bekijken naar een programma waar een significant aantal kinderen naar kijkt, dat men dat dan hier niet consequent doortrekt. Die uitzondering, waarom geldt die dan ook niet voor de reclameblokken? En anderzijds, en dat is eigenlijk gewoon een grappig gegeven, vind ik, maar ik vond het toch belangrijk om het aan te halen. Men vond het blijkbaar wel nodig, en dat kon ook, om een ondubbelzinnige uitzondering te voorzien voor religieuze programma's. Die mogen niet worden onderbroken door reclameblokken. Kunnen wij daar dan uit afleiden dat men van oordeel is dat de kwetsbaarheid voor reclame bij mensen die naar religieuze programma's kijken hoger ligt dan bij minderjarigen? Zeker. Voor ons is het een beetje een vreemde vaststelling. Als we dan overgaan naar het fameuze artikel 27, waarvan ik daarnet zei dat ging over minderjarigen en heeft een upgrade gekregen naar de algemene bepalingen. Dat klinkt heel positief, maar we kunnen ons wel afvragen of het gaat om een upgrade of een downgrade. Niet dat ik denk dat dat woord bestaat, maar ik denk dat je weet wat ik bedoel. In artikel 27 waren er eigenlijk 3 niveaus van bescherming voor die minderjarigen. Als er risico was op ernstige schade, dan mocht het niet worden uitgezonden. Risico op schade, dan was er een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de minderjarigen het programma normalerwijs niet zouden kunnen zien of horen. En ongecodeerde programma's die schadelijke inhoud bevatten, moesten sowieso een akoestische waarschuwing krijgen. Nieuwe artikel 12. Als er ernstige schade mogelijk is, dan moet ervoor gezorgd worden dat minderjarigen het normalerwijs niet kunnen zien. Dus geen verbod meer op uitzenden, geen akoestische waarschuwing meer en gewone schade vergt geen regelgeving meer, leiden wij daaruit af. Wat toch wel een beetje lijkt op een naar beneden halen van het niveau van bescherming voor minderjarigen. Artikel 23, daar heeft mijn collega het hier net over gehad. Waar vroeger sprake was van maximum 20% reclame per uur,
is er nu 20% uitzendtijd tussen 7 en 11 uur. Je zou kunnen denken 20% is 20%, maar dat zal allicht niet het geval zijn. Meneer gaf het ook al aan. Reclame kan dan plots heel geconcentreerd op één punt van de dag komen. Je kan ervan uitgaan dat omroepen verstandig genoeg zijn om te weten dat als ze hun kijkers plat bombarderen met reclameblokken, dat ze kijkers gaan verliezen. Maar we vinden het toch jammer dat ook daar geen aandacht geweest is voor de minderjarigen en dat daar ook een beperking zou kunnen komen rond die programma's waar een significant aandeel kinderen naar kijkt. En dan een laatste puntje. Lidstaten mogen soms strenger optreden voor bepaalde thema's. Die zijn strikt opgesomd. En artikel 28 bis staat daar niet bij. 28 bis gaat over de videoplatformen. En als ik dan zeg dat voor ons onbegrijpelijk is dat dat daar niet bij staat, dan heb ik het over, waar Peggy het ook over had, de reclame, die daar dan niet gereguleerd wordt. En ik ben het erover eens dat het heel moeilijk is om de filmende huisvader te gaan reguleren. Maar die platformen hebben toch ook een impact op wat zij tussen die filmpjes... Als je een YouTube-filmpje opstart, krijg je eerst een reclameboodschap, bijvoorbeeld die pre-rolls. Dan denk ik, daar kun je toch al op zijn minst op ingrijpen. Dat je daar zorgt dat er bepaalde inhouden niet aan bod mogen komen of bepaalde reclameboodschappen gericht aan minderjarigen worden beperkt. Voilà. Ik heb als enige ambitie om hier te komen eigenlijk de idee gehad om jullie onze kinderrechtenbril even aan te reiken. En dan hopen wij dat op het moment dat jullie de besprekingen voeren, dat jullie die af en toe eens gaan opzetten en gaan beseffen van tja, misschien moeten we die minderjarigen toch wel permanent in ons achterhoofd houden. En als ik daarin geslaagd ben vandaag, dan ben ik een gelukkige vrouw. Dank u wel, mevrouw. Dan geef ik nu graag het woord aan meneer Wouter Gekieren, deputy head van het Brussels kantoor van de EBU. Dat is iets makkelijker voor mij. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel, geachte voorzitter, geachte commissieleden. Het is ook voor mij een plezier en genoegen om vandaag een aantal opmerkingen, aandachtspunten te delen met jullie in verband met de herziening van deze richtlijn, die uiteraard voor ons als vereniging van openbare omroepen in Europa van cruciaal belang is. Misschien twee woordjes uitleg over onze vereniging. Velen onder u kennen die vereniging waarschijnlijk wel, maar wij vertegenwoordigen openbare omroepen die gevestigd zijn in de landen van de Europese Unie, maar ook daarbuiten. In totaal 73 leden uit 56 landen. En samen bieden we wel een pak tv- en radiozenders en programma's aan. 820 tv-zenders en 1156 radiozenders om compleet te zijn. Wat belangrijk is op dit punt is natuurlijk ook aan te stippen dat de overgrote meerderheid van die verenigingen of van die openbare omroepen al die zenders en die programma's ook aanbieden via hun websites. Dus 97% van de EBU-leden heeft zogenaamde catch-up services aan te bieden op hun websites, wat toch ook een belangrijk cijfer is. En samen, allemaal samen, bereiken we toch potentieel een publiek van over 1 miljard mensen. Nu, Ingrid Teltore, directeur-generaal van de EBU, had de eer om hier verleden jaar al te zitten en heeft u heel wat uitgelegd al over de omroepen, over de recente veranderingen in de markt, consolidatie, convergentie. Dus dat maakt mijn leven natuurlijk iets makkelijker. De EBU staat erom bekend om ook heel wat diensten aan te bieden die voor het grote publiek misschien niet zo bekend zijn, maar die erop neerkomen dat openbare omroepen worden ondersteund op allerlei vlakken, technisch, juridisch, strategisch. Maar die kunnen rekenen ook op de uitwisseling van tal van beeldmateriaal en geluidsmateriaal via de Eurovisie en Euroradio-netwerken, die toch ook belangrijk is. Het thema van de dag brengt me naar de AVMS Directive, de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn. En ik kan gerust zeggen, kan gerust beginnen met een positieve noot, in de zin dat het voorstel van de commissie in elk geval een stap is in de juiste richting. In de richting van het uitwerken van een sterk en toekomstbestendig regelgevend kader voor de Europese audiovisuele mediasector. Twee facetten zijn misschien belangrijk om onze positie te begrijpen met betrekking tot deze richtlijn. Is dat enerzijds de investeringsniveaus van openbare omroepen in Europese programma's nog steeds aanzienlijk is. Samen investeren de
openbare omroepen die gebaseerd zijn in de EU 16,6 miljard aan programma's, waarvan 84% Europese producties. Nu, anderzijds, en we zijn er natuurlijk op gebrand om dergelijke investeringsniveaus zo hoog mogelijk te houden, en erop gebrand ook dat de voorwaarden die in deze richtlijn zijn voorzien, of zullen voorzien zijn, deze algemene doelstelling ook blijven steunen. Anderzijds zijn openbare omroepen omwille van hun aard natuurlijk er ook op gebrand om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en dit ongeacht de manier waarop het publiek zijn media of haar media raadpleegt. Dit zijn twee belangrijke punten. Als algemeen beginpunt, laat ons zeggen, is dat we gerustgesteld zijn dat de sterke punten en beginselen die in de huidige richtlijn zitten, dat die duidelijk herkenbaar blijven in het voorstel. Bescherming van minderjarigen, land van oorsprongsbeginsel en de strijd tegen het aanzetten van haat en zo verder, promotie van Europese producties. Maar we zijn er wel tegelijkertijd van overtuigd dat er een aantal doelgerichte aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat die beginselen relevant blijven en ook realiseerbaar in het licht van de convergentie in de mediasector. Ik ga een 5 of 6 gebieden aanstippen, waarna we dan misschien een debat kunnen aangaan over deze topics. En de meeste onder die zijn al aangestipt door collega's, maar eentje die nog niet is aangestipt en waarmee ik zal beginnen, is de prominente aandacht die er zou moeten komen voor inhoud van algemeen belang, is de officiële term in het voorstel van de commissie, in overweging 38. De vindbaarheid van inhoud en programma's met een zekere waarde voor de samenleving. Uiteraard zijn wij ervan overtuigd dat die inhoud ook inhoud van openbare omroepen dekt. En we zijn zeer tevreden dat de commissie alvast een goed begin maakt inzake de erkenning dat lidstaten indien nodig maatregelen, verplichtingen moeten kunnen nemen om de vindbaarheid van zogenaamde inhoud van algemeen belang te garanderen. Op grond van erkende doelstellingen natuurlijk, diversiteit, pluralisme enzovoort. Ons lijkt dat een cruciaal punt. Het basisprincipe is een cruciaal punt in het licht van de groeiende convergentie en verticale consolidatie. Ik denk als overheid zou er inderdaad moeten op gebrand zijn om het risico te beperken dat operatoren uitsluitend inhoud en programma's zouden gaan sturen naar de consument waaraan een specifiek commercieel belang hangt. Vanuit de identiteit van openbare omroepen zijn er natuurlijk enorm op gebrand om dat risico in te perken. En vandaar dat een basisprincipe dat zegt dat overheden kunnen ingrijpen als er zich een probleem stelt in zaken de vindbaarheid van openbare omroepen of inhoud van openbare omroepen, dan moeten die kunnen ingrijpen. De concrete uitwerking uiteraard zal dan op nationaal of regionaal geval in dit geval moeten gebeuren om te zien hoe dat effectief in zijn werk gaat. Een tweede punt, heel belangrijk en relevant ook voor jullie hier, is het punt over de signaalintegriteit. Een punt die enorm is, die het onderwerp was van grote debatten een aantal jaar geleden in het Vlaamse decreet over signaalintegriteit. En ik kan u zeggen waar ook heel veel aandacht voor bestaat buiten de landsgrenzen. Heel veel van de EBU-leden zijn enorm geïnteresseerd in de oplossing die is uitgedokterd door jullie en de impact ervan. En wij zijn ook bijzonder opgetogen dat het Europees Parlement in haar ontwerprapport alvast het thema van de signaalintegriteit op tafel legt. Met andere woorden, een basisprincipe dat zonder de voorafgaande toestemming van de aanbieder van een dienst, een audiovisuele mediadienst, niet mag worden geraakt aan de inhoud of het signaal. We hebben hier bijvoorbeeld de zogenaamde commerciële overlays op het oog. Dit thema zat weliswaar niet in het voorstel van de commissie, maar we hopen toch dat dit thema in het politieke debat op Europees vlak een kans krijgt en hopelijk komt dit ook aan bod in de uiteindelijke richtlijn zoals ze gestemd zal worden. Een derde puntje is de reclame, commerciële communicatie. In vergelijking met de huidige richtlijn hebben we als EBU vooral gefocust op die vraag om meer flexibiliteit te bieden op het gebied van kwalitatieve bepalingen zoals productplaatsing en sponsoring. En ook daar, zoals al aangeduid, is het commissievoorstel zeker een goede stap in de juiste richting.
Het punt onder meer dat gemaakt is door Peggy in verband met bijzondere aandacht of overmatige aandacht, dat toch tot een heel aantal interpretatieproblemen heeft geleid in het verleden. Voor het overige lijkt mij ook cruciaal dat boodschappen van omroepen, en in het bijzonder openbare omroepen uiteraard, en de rechtstreeks daarvan afgeleide producten en diensten, ook niet onder de kwantitatieve reclamebeperking zouden gaan vallen. En ik heb het hier nu bijvoorbeeld over aankondigingen van programma's, maar ook over bijvoorbeeld Europese producties, filmproducties, die gefinancierd zijn met openbare fondsen, om die onder de aandacht te brengen door middel van promotiemateriaal of clipjes. Ook daar zouden wij graag zien dat het niet onder de kwantitatieve, of duidelijkheid alvast, dat dit niet onder de kwantitatieve reclamebeperking zou vallen. Videoplatformen dan uiteraard ook een interessant thema om eens van dichterbij te bekijken. Op zich vinden we het ook een goede stap dat videoplatformen aan een nieuw regime zullen worden onderworpen. Dat is op zich een lovenswaardig initiatief. Maar we hebben er afgelopen weken ook intern heftig over gedebatteerd en we stellen ons ook vragen over de exacte keuze van de benadering van de commissie. Uiteraard hebben we wel een aantal vragen in verband met de keuze voor maximumharmonisatie. We kennen de argumenten in verband met de richtlijn over elektronische handel. Maar ons lijkt de combinatie van enerzijds een maximumharmonisatie voor videoplatformen, gecombineerd met toch een groot beroep op zelfregulering en co-regulering, een gevaarlijke cocktail. In die zin dat, wat gebeurt er dan als de huidige maatregelen die worden voorgesteld niet genoeg of niet blijken te werken? Dan lijkt het mij eerder een goed idee om te gaan naar een minimumharmonisatie en toch iets meer marge te laten om dan eventueel te corrigeren als het niet goed zou functioneren. Enigszins verband houdend met heel die discussie van minimum of maximum harmonisatie is ook de definitie natuurlijk, of de discussie over de definities van videoplatformen. Ook daar vinden we dat we die criteria van videoplatformdiensten is grondig onder de loep kunnen nemen. En ons lijkt het geen goed idee dat diensten louter en alleen omdat er een zekere multifunctionaliteit aan verbonden zit, dat die zouden kunnen worden uitgesloten. Dus ik heb het hier bijvoorbeeld over een bepaald criterium die erin bestaat dat om in aanmerking te komen voor een videoplatformdienst, het hoofddoel moet zijn, het hoofddoel ervan moet zijn, leveren van programma's of door gebruikers gegenereerde video's aan het algemeen publiek ter informatie, vermaak of educatie. We kennen allemaal de dienstverlening en de rol van sociale media en het groeiende belang van video ook voor sociale media. En het lijkt mij toch op middellange termijn en lange termijn een verstandige keuze om ervoor te zorgen dat we alvast geen deuren dicht doen om eventueel op te treden, mocht die rol nog groter worden op middellange termijn. Dus ook daar verwelkomen we wel het debat die in het Europese parlement is gestart, maar dit is nog maar het begin en wij hopen alvast dat er een aantal wijzigingen zullen optreden op dat vlak, om ervoor te zorgen dat we toch een toekomstbestendig genoeg kader zullen hebben in Europa. Een klein puntje die voor openbare omroepen ook specifiek belangrijk is, zijn de toegankelijkheidsvereisten. In de nota die door Katrien werd verspreid, werd al erop gewezen dat er een consensus in de maak leek op Vlaams of Belgisch niveau om deze bepalingen over toegankelijkheidsdiensten, om die toch voor te behouden aan het sectoriële kader. De commissie stelt voorlopig voor om artikel 7 van de huidige richtlijn eruit te liften en over te laten aan de horizontale Europese toegankelijkheidsakte. Wij zijn ervan overtuigd dat toegankelijkheidsdiensten en de behandeling ervan, de promotie ervan, ook zijn plaats moet hebben in een herziene richtlijn. Het lijkt ons gewoon de betere aanpak. Als we ook al gewoon eens nagaan binnen de EBU en de samenwerkingsplatformen tussen de verschillende openbare omroepen en de teams die bezig zijn met toegankelijkheidsdiensten, lijkt het ons de beste strategie, de beste methode om continu deze diensten te ontwikkelen en nog verder te innoveren. Een laatste extraatje misschien in verband met de bescherming van minderjarigen. In principe steunen wij de zogenaamde leveling, en excuses voor mijn Engelse noties in het Nederlandstalig debat,
De leveling tussen dus de regimes, tussen het live regime of het lineaire regime en het regime op aanvraag, lijkt ons zeker een goede weg vooruit. In dit opzicht lijkt ons ook de aanpassing van de definitie van programma's, die erin bestaat om video's van korte duur in het toepassingsgebied te betrekken, ook een positieve tendens. Ik hou het op deze puntjes en ik kijk uit naar jullie input. Dank u wel. Dank u wel ook, meneer Kieren. Collega's. Ik dacht, misschien is het ook wel een voor jullie vragen stellen, willen ook sommige collega's uit het panel op elkaar reageren. Het is niet allemaal coherent. Ik bedoel, het is niet allemaal even hetzelfde. Maar ik weet niet of daar behoefte toe is. Ik heb al een soort zaken. Wel ja, maar het lijkt mij wel interessant ook voor ons om die verschillen goed te kunnen duiden. Alsjeblieft, meneer Bloemen. Met betrekking tot de presentatie van mevrouw Koenen. Een aantal zaken dus. Je zegt de aanmoediging tot zelfregulering met betrekking tot HFS Foods. Met producten die veel suiker of vet bevatten. In het rapport van het CALT-comité, is die aanmoediging weg. Hè? Dus dat is iets om zeker te volgen in het Europees parlement. U zegt dat het is te soft, maar het parlement vindt het dus zelfs te ver gaan. Dus maar we moeten nog zien hoe dat verder gaat lopen. Met betrekking tot de keuze tussen zelfregulering en co-regulering. De commissie kan als zodanig kan niet zeggen dus dat de lidstaten co-regulering moeten toepassen. Het idee dus dat er zaken in de wet geregeld worden, maar dat de uitvoering daarvan door de sector zelf gedaan wordt met de toezichthouder, met de mogelijkheid voor de toezichthouder om in te grijpen wanneer dat niet gebeurt. In principe, dus wij moedigen dat aan, maar we kunnen dat niet opleggen aan de lidstaten. En dat is iets, we zien dat het in onze optiek is het van groot belang dat de sector dus daadwerkelijk meehelpt om die zaken te regelen, omdat in deze tijd waar het internet zo'n grote rol speelt, kan een toezichthouder zonder de hulp van de sector daar niet effectief handelen. Met betrekking tot programma's waar naar een significant aantal kinderen kijkt. De bescherming wilden we uitbreiden. En we hebben geen definitie wat dat zou hebben in de richtlijn gestopt. We hebben daar wel ideeën over en we kijken daar vooral naar de ervaringen die spelen in het Verenigd Koninkrijk. Maar aangezien dit ook een richtlijn is, betekent dat we in principe de regels op een vrij hoog niveau in de richtlijn vastleggen, maar dat het aan de lidstaten is om daar een interpretatie aan te geven. Het is natuurlijk wel zaak om te zorgen dat die interpretatie niet heel erg uit elkaar gaat lopen binnen de lidstaten. Maar dat is waar wij het veld waarbinnen wij opereren. Met betrekking tot... inderdaad, we hebben niet de definitie van kinderprogramma's of programma's waar een significant aantal kinderen kijkt, is niet op alle plaatsen in de richtlijn hetzelfde. Wellicht komt dat in het in het wetgevingsproces wordt er nog naar gekeken. De onbedoelde dubbelzinnige uitzondering voor religieuze programma's, ja, die was er al. En daar hebben we eigenlijk niks veranderd. Met betrekking tot de upgrade of de downgrade. In principe hebben we met de huidige wetgeving die van kracht is, hebben we een juridische fictie. Daar is inderdaad een verbod op uitzending van uitzendingen die een risico hebben op ernstige schade. En daar wordt als voorbeeld gegeven pornografie of
Of nodeloos geweld. Dankjewel. Hartelijk dank. Nodeloos geweld. En als je kijkt naar, uitzendingen bij PTV-omroepen, dan zie je daar erotische programma's die, ik denk de meeste van ons zou kwalificeren als pornografie. Dus matige aandacht voor bepaalde lichaamsdelen. Ja, ja, dat is... Dus dat in aanmerking nemend dachten we van, we moeten eigenlijk zorgen dus dat deze situatie, je kan zeggen, er is geen pornografie op televisie, maar die is er wel. We kunnen daar, maar wat we moeten zorgen is dat kinderen daartegen beschermd worden. Dus dat er bijvoorbeeld pincodes zijn en dat ze dat niet kunnen zien. Maar de noodzaak om dat verbod op uitzending te houden op Europees niveau, dat zien wij niet meer. Dat betekent niet dat lidstaten in dit geval kunnen beslissen dat er voor bepaalde soorten inhoud wel een verbod op uitzenden zou moeten zijn. En dat de lidstaten zouden vrees zijn om dat gewoon te houden in te voeren. Met betrekking tot de akoestische waarschuwing indien mogelijk schadelijke programma's ongecodeerd worden verzonden. We hebben een nieuw artikel, hebben we artikel 6a. En daar willen we eigenlijk zorgen dat de aanbieders van inhoud aangeven... aangeven of er schadelijke elementen binnen die programma's zitten. En dat ze dat ook tijdens bij het begin van een programma, dat ze dat laten zien. Dat betekent dus niet alleen zeggen of een programma geschikt is of voor kinderen onder de 12, 9 of 16, afhankelijk van de klassificatie die binnen een lidstaat geldt, maar dat er ook aangegeven wordt, er zit seks, geweld, angst, discriminatie in deze inhoud. Voor ons is dat een mogelijkheid. Aan de ene kant harmonisatie van klassificatie zien we niet als een mogelijkheid op het ogenblik. Maar je kan je voorstellen, en een voorbeeld is bijvoorbeeld in Tsjechië, in Slowakije. Vroeger was dat één land. De inwoners van beide lidstaten kijken naar elkaars kanalen. Maar ze hebben verschillende klassificatiesystemen. Indien de aanbieders gehouden zouden zijn om informatie te geven over wat er daadwerkelijk in die programma's te zien is, zou je dus de situatie voor ouders, maar ook voor kinderen beter maken. Dus informatie biedt een zekere mate van bescherming. Dat is het idee achter dit nieuwe artikel. En dat vervangt als zodanig dat de akoestische waarschuwing die we hier hebben aangegeven. Ik neem heel veel tijd. Artikel 28 bis over videoplatform. Wouter Gekier heeft het ook aangevoerd met betrekking tot de maximum harmonisatie. De reden is het beperkte speelveld dat we hebben. Aan de ene kant dus de beperkte aansprakelijkheid van videoplatforms. Aan de andere kant willen we toch de zaken geregeld zien. Graag door middel van co-regulering. Als je bedenkt dus dat elke minuut 400 uur aan content wordt geüpload op een platform als YouTube. Dat betekent 67 jaar content per dag. Wordt dat heel moeilijk omdat als toezichthouder enig effect te hebben. En dat geeft ook aan sommige mensen zien de maatregelen die we voorstellen als vrij beperkt. Maar Dat is ook door de daadwerkelijke, wat kan je doen? We hebben heel nauwkeurig gekeken om te zorgen dat de maatregelen die we voorstellen, dat die
aan de ene kant de e-commerce-richtlijn intact laten, maar aan de andere kant de situatie verbeteren. En dat is de reden voor de maximum harmonisatie die we voorstaan op dit punt. Ik zal het hier even bij laten. Want, Dan kunnen we misschien een vraagronde inlassen. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Een drietal vraagjes. Eén, vandaag worden de omroepen verplicht om een aandeel van Europese producties uit te zenden of aan te bieden. Ik dacht 50% van de zendtijd. Het is de bedoeling om dat ook te verplichten voor andere platformen. Ik had iets gelezen van 20%. Mijn vraag, ja, hoe... Ik las ook iets, maar een beetje terzijde, dat er zelfs een mogelijkheid zou zijn om een financiële bijdrage te vragen aan... aan on-demand platformen om dan ook die Europese producties te ondersteunen. Nu, mijn vraag, hoe gaat men dat allemaal berekenen? Op welke basis gaat men dat doen? Wie gaat daaronder vallen, wie niet? Ik kan mij voorstellen dat er toch altijd nog een deel van de diensten of de online aanbieders zal ontsnappen. Of, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik weet niet wie daar kan op antwoorden. Misschien mevrouw Valke of meneer Boulogne of allebei. Dan een tweede vraagje. Wat simpeler. We zien het traject dat nu gelopen wordt in Europa rond deze richtlijn. Staat daar al een meer heldere timing op intussen? Wanneer denkt Europa daarmee klaar te zijn? En wanneer krijgen wij dat dan op ons bord om, daar dan, om dat om te zetten in Vlaamse decreetgeving? En dan ten derde, dat is meer een opmerking. Ik ben eigenlijk wel blij dat er toch gekeken is naar uitzonderingen op dat... land van oorsprongbeginsel. We zijn met een delegatie van deze commissie een tijd geleden, intussen bijna een jaar denk ik geleden, naar Letland geweest op vraag van Letland. Hè, die dan zeiden, ja, kunnen jullie ons niet helpen en een verzoek in de richting van Europa sturen. Om nu, als ik het begrijp zoals de kaarten nu liggen, denk ik dat daar inderdaad toch wel voor een deel tegemoet gekomen wordt aan die verzuchting. En we vonden dat toen ook al een hele moeilijke natuurlijk. Hè, want wanneer ben je met censuur bezig en wanneer niet. Maar ik heb het gevoel dat hier dan toch mogelijkheden geboden worden die misschien een oplossing kunnen zijn voor wat zij daar vragen. Voorzitter, dat waren drie puntjes die ik wil inbrengen. Nog collega's, meneer Posje, alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan de vier sprekers voor de uiteenzetting. Mijn collega Karin Brouwers zal straks normaal gezien, als hier nog op tijd geraakt, ook nog een aantal vragen stellen, maar ze zit nu in de commissie Economie, als ik me niet vergis, bij minister Muiters. Het is een richtlijn waar co-decisie nodig is, hè, dus zowel de Raad als het parlement. Minister Gats heeft hier vorig jaar in mei een uitgebreid antwoord gegeven over de stellingname die toen genomen is op de Europese Raad. En hij sprak toen van midden 16 komt er een voorstel en dan gaat het nog een aantal jaar duren. Dus ik wou eigenlijk mij ook aansluiten bij die vraag van collega Van Dalen over de timing. Gaat dat eigenlijk nog alleen? Is het realistisch om te denken dat nog deze legislatuur, Europees en Vlaams, want die lopen gelukkig samen, zal landen? Ik heb ook gezien dat in de commissie Cultuur en Onderwijs dat er eigenlijk geen enkele Vlaming, zelfs ook geen enkele Nederlander in zit. Ik weet niet op welke manier dat wij in het Europees Parlement ons standpunt kunnen verdedigen. Ja, je kunt dat natuurlijk via de fracties doen en op die manier de boodschap doorgeven. Maar het is misschien toch iets waar we extra waakzaam door moeten zijn. Een specifieke vraag eigenlijk, maar één. Dat gaat over goldplating. Hè. Dus er is gezegd van er zullen maar een aantal dingen vastgelegd worden. Er is gepleit voor om zo weinig mogelijk, om niet te veel vast te leggen, om een zekere vrijheid te geven. Ik denk dat dat misschien ook wel interessant kan zijn, gezien de grote verschillende belangen die spelen. Je hebt het economische, je hebt het geopolitieke, je hebt het culturele. En misschien is het dan voor ons ook oninteressant om niet al te veel vast te leggen, omdat we toch ook onze eigenheden hebben. Maar er is sprake om in artikel... in de voorstelling vanuit Kind en Gezin, bij artikel 4... excuseer, Kind en Gezin. Gezinsbond. Het is toch iets met een kind. Ja. Je moet mij vergeven, ik heb zelf geen kinderen. Dat is allemaal ingewikkeld voor mij. In artikel 4 staat er... Lidstaten mogen soms strenger optreden over bepaalde thema's. Gaat dat voor alles? Of is die goldplating beperkt tot een aantal
elementen. Dat was eigenlijk mijn hoofdvraag. Collega's, anders heb ik zelf nog een paar vraagjes. Ik zou iets meer willen weten, naar het, zonder meteen al te oordelen, naar het waarom van het loslaten van die reclameregels. Van het loslaten, ik bedoel, het meer vrijheid geven aan zenders om de reclametijd in te vullen, hè, waarbij die 12 minuten, om het zo te zeggen, die 20% een gemiddelde is. Hè. Maar je weet, je kan ook verdrinken in een rivier van gemiddeld een halve meter diep. Hè. Maar om de metafoor even door te trekken. Hè. Maar ik wil maar zeggen, het waarom, ik probeer die motieven te kennen. Gelet op het feit dat wij als Vlaanderen, misschien is het daarom hoor, dat wij hier in Vlaanderen een wat andere cultuur hebben dan in andere landen, met een sterke openbare omroep, die een beheersing oplegt bijna vanzelfsprekend aan de commerciële zenders. Maar is de Europese context hierin bepalend om dat los te laten? Wat is het factor? Tweede punt, die niet letterlijk over in deze richtlijn aan bod komt, maar toch ermee te maken heeft, vind ik. En dat is met name de toenemende rol van dienstverleners in het aanbieden van programma's rechtstreeks zonder tussenkomst van een omroep. Telenet, die Prime, maar ook sportprogramma's. Maar die vroeger waren dat dan voetbalwedstrijden, nu worden die omkaderd. En langzamerhand groeien die zenders, groeit dat aanbod uit tot een soort van zender. Hè? En krijg je een convergentie waarbij ook een aantal belangen, commerciële belangen vooral, convergeren. Hè? Van dienstverleners en aanbieders. Is het de intentie van Europa al dan niet daar over na te denken, limieten op te leggen enzovoort? Ik weet dat het iets wat buiten het strikte kader van deze nota gaat, maar het is wel een thematiek die zeker voor Vlaanderen stijgend aan de orde schaalt voor de twee grote, Proximus en Dito en voor Telenet. Waarbij de scheiding tussen wat een zender is en een dienstverlener alsmaar vager wordt. Hè? En straks ook YouTube en Netflix en op den duur weet je niet meer wat. Ik heb een domme vraag, denk ik, dan daarbij ook. Als Amerikaanse ontwikkelaars, zoals Netflix, of bedrijven als Netflix, verdeeld worden door bijvoorbeeld Proximus, dat is nu het geval bij ons, daarom zeg ik het. Wie is dan verantwoordelijk voor de toepassing van deze richtlijn? Want is dat dan Proximus die het eigenlijk op eigen, of is dat dan Netflix en zo? Allee, hoe moet ik daarover nadenken? Hè? Ik zeg dat een domme vraag is, ik weet het misschien. Maar mijn excuses, hè, maar het wordt ook zelfs voor iemand die al lang in deze commissie zit, behoorlijk complex om het nog allemaal te begrijpen door die convergentie met name. En dan een vraagje aan de tegenwoordiger van de EBU. Met name, ik heb de sterke indruk dat in dit ontwerp de belangen van commerciële aanbieders, commerciële televisiezenders, sterker aanwezig is dan in de vorige, dan in de huidige dus. Hè. En is dat een indruk die juist is of die fout is? En daarbij specifieker voelen de openbare televisiezenders zich door deze richtlijn op een of andere mate beknot in hun vrijheid, of negatief uitgedrukt, hebben de commerciële aanbieders meer munitie om de markt te veroveren. Als ik dit niet termen mag zeggen. Maar u mag er ook op reageren, uiteraard, als u dat wil. Ja, dan stel ik voor dat we... Karen is daar. Of anders moet u de tweede ronde nemen. Dat is mij ook goed. Anders, ik wacht nog de enkele seconden. Maar dan... Een reclameboodschap geven. Ja, tijd voor... Nee. Laat ik het over stokje. Tijd voor reclame. Tijd voor reclame, ja. Komt ze? Nee? Maar dan gaan we straks de tweede vragenronde doen, als ze terug is. Antwoorden in dezelfde volgorde, is dat goed? Van daarnet? Elementen voor u eigenlijk, hè? Ja. U wilt starten. Nee, eigenlijk geen elementen. Dat zegt u. Hè? Ah, geen. Mevrouw Valken. Ik had hier nog dan iets genoteerd. Ja. Maar straks kan je collega's kan die vraag nog scherper stellen als u een antwoord wel van kind en gezin op uw vraag. Ik wil wel een poging doen. Mevrouw Valken, alsjeblieft. Op een aantal zaken al te repliceren.
misschien een beetje in volgorde van de vragen, over de uitbreiding van de culturele quota verplichtingen naar on-demand. Dus het richtlijnvoorstel spreekt over 20% van de cataloog. Het aandeel van dus 20% van de series, films, programma's beschikbaar in de cataloog moet van Europese origine zijn. Dus ik denk dat de berekening daar kwantitatief gebeurt, als er 1000 programma's zitten. Dus aantal programma's, niet zendtijd bijvoorbeeld. Ja, meneer Brooy, u mag rust aanvullen. Ik weet er meer van, want ik weet dat er studies al geweest zijn om dat screenen, maar ik ben daar minder... Eerst keer dat ik een vraag kan stellen wat u niet kan doen. Heel kort. Dat is wel een straf, ja, dat is straf. De lidstaten die dit al hebben toegepast, die doen dat. Dat is op verschillende manieren gebeurd. In sommige lidstaten gebeurt dit op titels. En dan, als je bijvoorbeeld een serie hebt, dan gebeurt dat vaak op episodes van een bepaalde van een serie. Maar er zijn ook lidstaten die doen het op aantallen uren. Ze kijken. Wij vanuit ons oogpunt lijkt het meeste geëigend. Maar daar hebben we nog geen positie op ingenomen. Ja, het zou ook kunnen dat de lidstaat daarover mag beslissen of niet. U gaat dat wel bepalen waar het uiteindelijk op aankomt. Meneer Bologna? Het is het idee dat dit uiteindelijk, dat er bijvoorbeeld binnen het contactcomité, dat we daar discussies over zullen hebben. En zoals we dat ook met betrekking tot de regels die gelden voor omroep, dat we daar wellicht een document op... dat we daarin vastleggen wat de meest geëigende manier zou zijn. Interpretatieve mededeling. Interpretatieve mededeling, dat is nog mevrouw Valken. Er was nog een aanverwante vraag over hoe afdwingbaar is dat dan om die financiële bijdrage te vragen van on-demand aanbieders in andere lidstaten. Nu, zoals ik het begrijp, maar meneer Bologna zal mij tegenspreken als mijn redenering niet juist zal zijn. Stel nu, België, willen financiële bijdrage van een on-demand provider die in Luxemburg is gevestigd, die weigert dat. Op dat ogenblik kan de Belgische regulator, meest waarschijnlijk zal dat dan de CSA zijn, in gesprek gaan met de collega's in Luxemburg en signaleren uw on-demand provider onder uw bevoegdheid leeft eigenlijk een verplichting die voortvloeit uit de richtlijn niet na. Gelieve die aan te porren om dat wel te doen. Er is op dat moment een soort loyaliteitsverplichting van Luxemburg om daar dan aan mee te werken. Dus het is eigenlijk volgens mij dan via de collega's in het betrokken oorsprongland dat die bepaling afdwingbaar gemaakt zal worden. Klopt? Ja, doet u maar. Even om toe te voegen, lidstaten die vragen van ja, hoe gaan we dat toepassen, waarop baseren we ons dan, we hebben informatie nodig met betrekking tot de omzet die aanbieders hebben in onze lidstaat. En daar ons antwoord daar is de BTW. Dus als Netflix zich richt op België, op Vlaanderen, dan is het mogelijk om de btw-afdracht die moet plaatsvinden in het land van consumptie. Dus dat geeft al een indicatie voor in ieder geval een dienst die misschien voor Amazon is het moeilijker als het gaat om bijvoorbeeld het aanbieden van audiovisuele mediadiensten en het verzenden van boeken. Maar het zou mogelijk moeten zijn om op basis van de BTW daar een goede schatting te maken. Dan over de timing, dat zal ik misschien aan u overlaten om dat te beantwoorden. En uw opmerking is de bekommernis van Letland, die green card hadden voorgesteld eerder dit jaar of eind vorig jaar. Is die dan nu meegenomen? Mijn interpretatie is van wel dat dit meer mogelijkheden biedt om
in dergelijke situaties te gaan optreden. Plus ook het feit als erga als orgaan versterkt wordt. Dat valt nog af te wachten. Maar je mag niet het effect van in zo'n netwerk te zitten als regulator onderschatten. Dat zien we ook in andere domeinen, zoals mededingingsrecht of zoals de telecomsector. Dan oefen je eigenlijk ook een druk uit op elkaar als regulatoren en heb je die peer pressure die ontstaat zodanig dat misschien dan... En Ofcom is nogal een... voor zover Ofcom daar nog deel zal van uitmaken, maar is nogal een regulator die, om het zo te zeggen, sterk in zijn schoenen staat. En waar een regulator vanuit Letland misschien in een zwakkere positie staat bij gesprekken, maar binnen erga, als je dan een vereniging krijgt van regulatoren tegen Ofcom, of tot bepaalde betere gedachten te brengen in bepaalde omstandigheden, en de commissie kan daar ook een rol bijdragen, dan krijg je wel een beter werkbaar systeem. En dat is, zoals ik in de tijd van Lorena begrepen heb, waar de commissie eigenlijk nu vooral met dat nieuwe voorstel ook naartoe wil. Dat daar... Ja, een soepeler mechanisme komt, een efficiënter procedure om dergelijke conflicten op te lossen. Dan had ik hier nog eens de vraag naar de timing. Misschien nog over Bart is nu weg. Ik ging zijn vraag beantwoorden, maar ik zal dat dan straks misschien doen. Ik kom binnen 5 minuten. Ja, maar hij luistert toch nooit, hoor. Dus hij luistert toch nooit? Oké, maar ik geef eventjes het woord door als dat goed is. Het verslag. We zijn nu live op YouTube. Oké, wie is daar verantwoordelijk voor? Frans parlement. Hij is zeker aan het kijken naar ons in de andere commissie. Hij is zeker aan het kijken naar ons in de andere commissie. Ja, dus er waren nog de vragen rond de timing en rond de goldplating. Oké. Met betrekking tot de timing, dat ligt niet alleen in de handen van de... of eigenlijk bijna niet in de handen van de commissie. De discussies binnen de raad en het parlement die zijn gaande. De co-rapporteurs van de CALT-committee die verantwoordelijk zijn voor het rapport dat afgelopen maandag is besproken, die voorzien volgens mij een stemming eind januari volgend jaar. En het idee dus dat wat het parlement betreft ze zeg maar in februari met trilogues met de raad zou kunnen beginnen. De raad heeft een andere timing. Het Slovaakse presidentschap heeft aangegeven in november met een progress report te komen, dus een rapport over de voortgang van de discussies. En daarna is het aan het Maltese presidentschap om met een zogenaamde general approach te komen, dat de basis zou vormen voor de onderhandelingen met het parlement en de commissie. Vooralsnog, naar wat wij hebben begrepen, voorzien zij pas zo'n general approach in mei volgend jaar. Dus niet al bijvoorbeeld in februari. Dat is ook moeilijk, want de raadswerksgroep, het aantal raadswerkgroepen is niet onbeperkt. Het is vanuit het oogpunt van de commissie zou dat zo spoedig mogelijk zo zijn. Dus indien het mogelijk zou zijn om dat voor mei volgend jaar te laten gebeuren, dan zouden wij erg blij zijn. Goldplating. Dus de huidige richtlijn, daar geldt het principe van minimum harmonisatie. Dus dat alleen een aantal basisregels gelden en dat lidstaten vrij zijn, ook omdat het cultuur betreft, om verder te gaan indien dat nodig geacht wordt. Specifiek, dit hebben we veranderd in dit voorstel. En specifiek om artikel 28 en 28a erbuiten te laten met betrekking tot de videosharing platforms.
Maar er zijn ook een aantal andere artikelen waar die buiten die de minimumharmonisatie zijn gebracht. Het is aan de waarschijnlijk in het wetgeving, de wetgevingsprocedure. Een groot aantal lidstaten is hier niet bijzonder blij mee. Dus we zullen zien in hoeverre dat zich ontwikkelt. Misschien nog een korte bijkomende vraag. U sprak over een groot aantal lidstaten. Is er niet gelukkig mee? Kan u zeggen hoe dat de tendensen min of meer zijn? Zien we daar groepen lidstaten die zich op bepaalde assen bewegen in deze discussie? We hebben niet een formele... heel veel lidstaten zijn nog bezig met de reflectie over hun positie en ook hebben openbare raadplegingen op nationaal niveau die nog lopen. Voor een groot aantal lidstaten is dit een punt waar ze van... Ze zeggen, tot nog toe was de richtlijn minimumharmonisatie, waren we vrij om te goldplaten zoals we dat zouden willen doen. Wij proberen steeds uit te leggen waarom de specifiek met betrekking tot video sharing platforms, wij achten dat niet geëigend is. Ja, hoe dat zich ontwikkelt, dat moeten we nog zien. Om even terug te komen op de vragen van meneer Caron. Dus hij vroeg zich af van waar komt die flexibiliteit, die grotere flexibiliteit, op vlak van reclameregels. Dat zal waarschijnlijk een vraag zijn die meneer Bologne beter kan beantwoorden. Maar mijn guess is dat het onder druk van wat er op het internet aan het gebeuren is, dat voor een bepaalde... dat hoor ik, of dat vang ik toch op van commerciële omroepen, dat zij, frustreerd is misschien een sterk woord, maar toch niet zo gelukkig zijn met het feit dat ze heel wat reclameinkomsten zien wegvloeien naar de online context, waar er nu eenmaal veel meer mogelijkheden zijn dan wat er op televisie of in on-demand video mogelijk is. En dat men daar voor een stuk wil aan tegemoetkomen. Precies, daar is een veel groter aanbod, fragmentatie. Dus het is moeilijker voor omroepen om die inkomsten binnen te halen. De herziening van de richtlijn die heeft plaatsgevonden onder het zogenaamde REFIT-programma. Dus de Regulatory Fitness and Performance Programma. En het idee is daar om te zorgen, om te kijken... In hoeverre zijn er mogelijkheden om te dereguleren? En als je naar het voorstel kijkt, dan het enige punt waar wij eigenlijk die ruimte zagen, was met betrekking tot de reclameregels. En dat is de reden voor deze flexibiliteit. Nee, ik herinner me dat er ook nog een laatste vraagje was van de heer Caron over de indruk die ontstaat dat misschien de eisen van commerciële omroepen beter vertegenwoordigd zijn in het herzieningsproces. Ik denk dat een indruk kan zijn, ik begrijp ook waarom, maar anderzijds mag men niet uit het oog verliezen dat veel van de interessante, nuttige bepalingen in de richtlijn ook behouden zijn. Dus ik had het al even over de promotie van Europese producties. Maar bepalingen waar ik niet naar verwezen heb, maar waarvan we heel gelukkig zijn dat die nog steeds in de richtlijn blijven, zijn bepalingen die er onder meer op toezien dat burgers uitzendingen van evenementen van zogenaamd groot belang voor de samenleving, zoals dat dan heet, kunnen blijven bekijken op netten waar geen betaalmuren voor georganiseerd zijn. Ook de toegang tot korte extracten, nieuwsextracten. Die bepaling blijft erin. Dus het is wel zo dat een aantal verworvenheden, een aantal goede bepalingen zijn ook niet ter discussie gesteld. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk de bredere context van convergentie, consolidatie zelf ook intern hebben aangegrepen om eens in het debat te hebben over
Welk soort mechanismes, verplichtingen, regelgevende aanpakken zien wij belangrijk op middellange termijn om de positie van openbare omroepen te vrijwaren? En daar komen we toch heel snel terug op het debat dat ik daarnet heb proberen te beginnen over vindbaarheid, over prominente aandacht voor inhoud van algemeen belang, maar ook het debat over signaal en content of inhoud integriteit. Dus er zijn wel degelijk een aantal punten op de agenda geplaatst door enerzijds de commissie wat vindbaarheid betreft, maar ook wat integriteit betreft door het Europees Parlement. Dus in die zin hopen we wel dat deze punten het ook kunnen halen in de definitieve tekst van het parlement. Want dit zijn toch wel mechanismen die op middellange termijn of lange termijn heel belangrijk kunnen worden voor openbare omroepen als ze relevant willen blijven in de nieuwe context. Om misschien de vraag van meneer Caron over Netflix, Proximus, verwees naar de toenemende of de vervaging tussen dienstverlener en omroep of distributeur, die opwierp. Ik denk in het geval van Netflix is het vrij duidelijk. Netflix is de on-demand provider die verantwoordelijk is voor de series en de films die in zijn aanbod zitten. Of dat dan via Proximus platform of via Orange of via Telenet verspreid wordt. Het is Netflix die als de on-demand provider fungeert. En de toezichthouder daar, dat zal het Commissariaat voor de Media in Nederland zijn, want voor zover ik weet, is het hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam. Maar de heer Caron verwees op de drempel of de technologie om als bijvoorbeeld productiehuis rechtstreeks naar de eindgebruiker te gaan, of omgekeerd, om als infrastructuurhouder, platformaanbieder, zelf inhoud te gaan maken. Vervaagd, dat klopt, maar dat hoeft niet te betekenen dat de juridische kwalificaties aangepast moeten worden. Wanneer je los van een omroep als productiehuis een serie gaat aanbieden via het internet of via een videoplatform, ja, dan fungeert dat productiehuis natuurlijk wel als de aanbieder van die audiovisuele mediadienst. En dus zullen de verplichtingen in hoofden van dat productiehuis moeten nageleefd worden. En omgekeerd, als een Proximus eigen series gaat aanbieden, ja, dan nemen zij die rol op als aanbieder van audiovisuele mediadienst. Dus op zich hoeft dat niet noodzakelijk tot een revolutie in juridische kwalificaties te leiden, omdat actoren die vroeger één segment van de keten voor een rekening namen, nu ook in andere segmenten actief worden. Wat wel, dat is heeft te maken met wat nu op de tafel ligt in het richtlijnvoorstel van de commissie. Waar ik wel een beetje verbaasd over was, er is al een sterke liberalisering of flexibilisering op vlak van reclameregels. En dan is daar nog een bepaling terug te vinden dat aankondigingen van de omroep in verband met eigen programma's en aanverwante diensten, maar ook met programma's van andere entiteiten binnen dezelfde mediagroep, buiten die limiet van 20% zullen vallen, of dat plafond van 20%, wat al een versoepeling is. En dan vraag ik mij gewoon af waarom dat is. Als we in Vlaanderen denken aan Telenet, die aandeelhouder is in SBS, betekent dat dan als op 4 een aankondiging te zien is van het sportaanbod van Telenet, dat dan buiten die limiet gaat vallen. En waarom hoeft dat dan nog, vraag ik mij gewoon af. Dank u wel. Eerst helemaal eens, dus dat bijvoorbeeld als andere dienstverleners als Telenet zich op het gebied van audiovisuele mediadiensten bewegen, dan vallen ze gewoon eronder als een audiovisuele mediadienst en dat de richtlijn als zodanig hoeft niet aangepast te worden. En dan inderdaad artikel 14 en 15 van de richtlijn met betrekking tot evenementen van die van belang zijn voor de samenleving en korte extracten. Die regels die gelden gewoon om te zorgen dus dat de kijker beschermd wordt of toegang heeft tot die zaken. Even beknotting van de publieke omroep. Ons voorstel zou ik zeggen, beknot in geen enkele mate de publieke omroep.
Het is meestal op nationaal niveau, en dat is in lijn met het protocol van Amsterdam, het is een verantwoordelijkheid van de lidstaten. En de meeste lidstaten hebben veel striktere regels met betrekking tot de publieke omroep. En als zodanig worden veel omroepen, eigenlijk zijn er de meeste regels die zich in de richtlijn bevinden, daar hebben ze geen last van, omdat er al op nationaal niveau striktere regels gelden. Met betrekking tot de hoe heet het, wat is het in het Nederlandse woord daarvoor van announcement? Aankondigingen. Ja, die aankondigingen van daar wil, aan de ene kant willen we flexibiliteit geven, maar we hebben dat wel beperkt tot programma's. Dus er waren vooral commerciële omroepen die kwamen bij ons langs en die zeiden van... we hebben een tablet van RTL. En, ja, waarom zou dat niet moeten? Waarom zou dat nou? Zouden daar de limieten van 12 minuten moeten gelden? Omdat het is onze iPad die we aanbieden. En ja, dat ging ons te ver. Dus aan de ene kant flexibiliteit om mediagroepen dus meer flexibiliteit te geven om de programma's aan te kondigen. En dus binnen een mediagroep, of dat, je geeft het voorbeeld van Telenet en SBS. In hoeverre dat is altijd aan het nationale niveau om daar leven aan te geven aan zo'n regel. Maar in ons oogpunt, omdat we het beperkt hebben tot programma's, want bijvoorbeeld er waren ook verzoeken, bijvoorbeeld je hebt een programma als The Voice, daar heb je ook, nadat The Voice voorbij is, dan zijn er live shows in het land die vaak door totaal andere aanbieders dus naar voren gebracht worden onder hetzelfde merk. Dus ons oogpunt was de flexibiliteit te geven, maar niet volledig als een omroep ook een eigenaar is van een brouwerij. Betekent dat niet dat die zaken zonder meer zomaar reclame mogen maken zonder dat de reclameregels daar gelden. Dus ja, het is een compromis tussen flexibiliteit en... Ik heb nog één opmerking over Letland. Want Letland had graag ook gezien dus dat we in de richtlijn zouden vastleggen dat brass plate companies niet meer toegestaan zouden worden. Dus het idee dus dat een omroep van buiten de EU zich vestigt in een lidstaat en daar op een adres waar 200 andere bedrijven zich gevestigd hebben. En dat is op die mate in die zin beschermd is tegen door het land van oorsprongsbeginsel. Wij hebben dat niet opgenomen in het voorstel, aangezien dat zou betekenen. Het oogpunt dat wij hebben is dat zoveel mogelijk omroepen, audiovisuele mediadiensten die waar we de verantwoordelijkheid kunnen claimen binnen de EU. We zien dat als een voordeel waar je daadwerkelijk dan ook iets kan doen als er een probleem is. Als een omroep zich in Rusland vestigt en per satelliet uitzendt naar heel Europa. De enige manier om dat te stoppen is via het blokkeren van het satellietsignaal. Iets wat alleen China en Iran doen, volgens mij. Dus vanuit dat oogpunt hebben we dat niet overgenomen. Goed, ik stel voor om een tweede ronde te doen. Laat ons precies en kort zijn. Ik ga de dames het woord geven. Misschien eerst collega Segers, gezien dat de fractie nog niet aan bod is gekomen. Mijn excuses, collega. We moesten wegrennen omdat we minister Muiters moesten op hetzelfde moment bevragen. Dus het is... Sorry daarvoor. Je weet dat nooit op voorhand wanneer je vraag aan bod gaat komen. Dus dat ligt niet in onze handen. Ik wil één precieze vraagje naar verduidelijking stellen aan collega Valken, omdat je iets gezegd hebt wat ik niet helemaal begreep of volgde. Ik denk ook dat het absoluut goed is om de regels niet alleen uit te brengen naar lineair, non-lineair, maar ook naar die visuele videoplatformen.
Wat mij betreft, denk ik, zou die nieuwe mediarichtlijn gewoon één moeten zijn over inhoud en niet over media. Als je echt, echt ver doordenkt, zou het daar moeten zijn dat we reguleren van inhoud. Hoewel dat vies klinkt altijd, hè? Reguleren van inhoud. Maar je zei daar, dus hate, wat betreft hate speech, bescherming van minderjarigen en zo, dat zal uitgebreid worden, maar niet tot commerciële communicatie. Je zei, je kan daarmee leven, hè, en je verwees naar het voorbeeld van een vader die de cola iets expliciet in beeld brengt bij het maken van vlogs. Maar natuurlijk, heel wat vlogs zijn enorm gesponsord. Hè. Als je kijkt naar PewDiePie, die 46 miljoen volgers heeft wereldwijd, die gigantisch veel geld verdient. Dat zijn supersterren, die verdienen massa's geld. Of ook bijvoorbeeld alle filmpjes die gesponsord op zijn minst worden door gameontwikkelaars of Lego. Hè. Mijn jongste zoon is een hevige YouTube-kijker van Lego-filmpjes. Die zitten vol reclame, vol sponsoring. Dus dan denk ik, ja, dan moeten we daar toch ook. Waarom niet uitbreiden naar commerciële communicatie? En als we toen kunnen we dan een manier bedenken dat je de hazard, dat je die kan uitsluiten. Oké, dank u wel, collega Brouwers. Ja, ook mijn excuses dat ik eventjes naar een andere commissie was. Dus als ik het goed begrepen heb in het algemeen, gaan een aantal regels die nu voor het gewone tv-kijken en het lineaire en het gelden, gaan een stukje geliberaliseerd, geflexibiliseerd, als dat tenminste een juist woord is, worden, als ik dat zo mag zeggen. Maar, en die zullen dan ook van toepassing worden op het online gegeven. Maar ik ben nog altijd niet helemaal zeker of dat ook voor al die reclameregels gaat gelden. En moest dat zo zijn, hoe dat je dat eigenlijk gaat kunnen controleren. We hebben hier deze ochtend nog, het was een vraag van mevrouw Segers aan minister Gats, kleine discussie was het niet, maar we hebben de vraag eigenlijk gekregen, hoe zit het allemaal met de targeted advertising dat men nu gaat uitproberen in Vlaanderen. Die targeted advertising, dat wordt iets vrij persoonlijk. Hè. Men gaat zeggen, ah, die mevrouw op haar mobieltje, maar daar gaan we schoenen naartoe sturen. En naar mijn man dan misschien auto's of zo. Enfin, dat is wel heel seksistisch wat ik zeg, maar ik denk dat dat zo wel gaat gebeuren. En de vraag is natuurlijk, als dat zo geïndividualiseerd wordt, hoe instanties zoals de VRM dat nog gaan kunnen controleren allemaal. Dus ik vraag me dat echt. We hebben die vraag ook gesteld deze ochtend. Hoe gaat men het in godsnaam nog allemaal gecontroleerd krijgen? Het is heel mooi om een aantal principes op online te brengen, maar ziet men dat eigenlijk wel realistisch haalbaar? En ziet men dat zitten bijvoorbeeld? Ik spreek u nu een beetje aan, misschien in functie van uw functie bij VRM, maar goed. En ook van die reclameregels, om dat toch nog eens duidelijk te schetsen, dat van die 20 minuten en zo, dat is toch enkel voor het gewone tv kijken? Ja, oké. Okay. Goed, ik ga u verder laten. Ja. Mevrouw Valke, of professor Valke. Uitdagende vragen. Ik ben aan het terugkeren eigenlijk naar de tekst van de huidige definitie, want een audiovisuele mediadienst is enerzijds de inhoudelijke dienst, maar eigenlijk ook de commerciële communicatie. Dus om naar het voorbeeld dat eerder werd gegeven, als je naar video's kijkt op YouTube, daar zitten pre-rolls voor die door het platform daarin gestopt worden. Ik ben hier nu on the spot eigenlijk aan het redeneren, want ik had me de vraag nooit eerder gesteld. Maar in dat geval is de audiovisuele commerciële communicatie, de vraag is dat dan een audiovisuele mediadienst waar het platform verantwoordelijk kan worden voorgesteld, als zij zelf dat daar invoegen? En dan moet ik dus kijken wat de bepalingen eigenlijk nu zeggen. Lidstaten moeten erop toezien dat de aanbieder van audiovisuele mediadiensten en dat commerciële communicatie bepaalde spelregels naleeft. Dus wellicht, maar ik hoop dat redeneert u mee met mij, is er misschien nu al wel een juridische grond om wanneer een videoplatform aanbieder eigen commerciële communicatie gaat toevoegen, om die regels daarop te gaan toepassen. Voor zover natuurlijk die platformaanbieder op je territorium gevestigd is, gelet op het oorsprongland beginsel. Maar ik heb tijd nodig om dat meer uit te zoeken.
Waarom heb ik eerder de opmerking gemaakt van wat het ontwerprapport van het Comité Cultuur nu voorstelt om de regels rond commerciële communicatie, om geen onderscheid meer te maken of dat dan nu een inhoudelijke dienst is of een videoplatform, die regels moeten in gelijke mate toegepast worden, is omdat ik daarin las dat audiovisuele mediadiensten, videosharing, platformdiensten en dan programma's of user-generated video's die gesponsord zijn of die productplaatsen, moeten de volgende bepalingen naleven. En dan vraag ik mij af, ja, maar die user-generated video, hoe gaan we daar achterna gaan? Ja, ja. Hoe moeten we daar gaan actie tegen ondernemen? Natuurlijk, als je een beroemde vlogger hebt en die wordt gesponsord, die leeft daarvan, dan wordt dat eigenlijk de aanbieder van de audiovisuele mediadienst. Ja. En als die bij u gevestigd is, ja, dan... er is een familielid van mij die online een videodienst of programma's wil gaan aanbieden. Ja, die heeft zich aangemeld bij de VRM en hij had mij daarover aangesproken. Van, moet ik aangifte doen? Ik denk van wel. Ik zeg, ja, volgens mij ook. En die heeft dat netjes gedaan en die gaat, die gaat de regels volgen. Dus het is niet omdat je vanuit een amateuristische instelling vertrekt, als je daar je beroep gaat van maken, als je daar sponsoring, dan word je geacht de regels na te leven. En in bepaalde gevallen kan je als regulator optreden als dat nog dicht bij huis is, zal ik maar zeggen. Als dat wat verder wordt, als dat een Amerikaanse vlogger is die hier populair is, wordt dat al moeilijker. En dan is de vraag natuurlijk, ja, moet je dan via het platform gaan werken? Bijvoorbeeld de ISP of de YouTube zit ook niet echt bij ons bij de deur. Hè. Dan moet je via de Ieren gaan werken. En dat is ook niet altijd evident, is al gebleken in andere domeinen. Stel nu dat een Proximus een aanbieder wordt van zo'n videoplatform, kan je Proximus daar dan aansprakelijk voor gaan stellen? Dat is nu net wat men in der tijd met de e-commerce-richtlijn niet wou. Om te verhinderen dat er te veel private censuur zou komen en dat degenen die de technologie aanbieden om informatie te gaan verspreiden aansprakelijk gesteld zouden worden voor allerlei zaken. En ik denk dat dat op zich geen ongezond principe is om nog aan vast te houden. Tenzij op een aantal zaken zoals hate speech. Daar is ook in de Delphi-zaak van het Europees Hof voor de rechten van de mens duidelijk gemaakt. Als je een professioneel nieuwsmedium bent dat u online een platform aanbiedt voor gebruikerscommentaren en daar loopt iets fout, ja, dan ben je aansprakelijk. Maar dat gaat dan alleen over professioneel nieuwsmedium. Het Europees Hof heeft zich niet uitgesproken over andere platformen die gewoon technologie bieden om burgers met elkaar te laten discussiëren. Ik denk ook niet dat we in die situatie terecht willen komen, dat je dergelijke platformen aansprakelijk gaat houden. Want dan, denk ik, dreigt het private... En er is ook een opmerking gemaakt over, is het richtlijnvoorstel voldoende future-proof? U had dat opgemerkt. Ik denk dat er wel serieus over nagedacht is. Als je kijkt naar de definitie van een videoplatform, ja, er wordt verwezen naar de principal purpose of the service, moet zijn. Maar daar wordt ook duidelijk verwezen naar een afzonderlijke sectie daarvan. En dat is de discussie die er eerst geweest is rond online kranten die meer en meer video begonnen aan te bieden en waar de discussie was, ja, wat is nu het hoofddoel van die dienst? Is dat de krant op zich en zijn video's daar gewoon een inherent deel van of zijn die video's een apart onderdeel? En dan is die uitspraak er gekomen van Tof van Justitie. En dus hier ook, stel nu Facebook, Twitter gaan meer en meer videomateriaal mogelijk maken, laten verspreiden door het zijgebruiker, maar ook door professionals. Wel nu, dan kan je ongetwijfeld op een bepaald moment vaststellen, dissociable section van dat sociaal medium is nu zo'n videoplatform en moet dus ook de spelregels gaan naleven. Dus ik denk wel dat daar over nagedacht is. Ik zal dat ongetwijfeld bevestigen. ik hoop dat een beetje uw vraag beantwoordt. Het is geen kristalhelder antwoord, ik besef dat. Het is ook omdat... we zijn nog niet met die situatie geconfronteerd. Dat we in Vlaanderen een bekende vlogger op de vingers hebben moeten tikken. Ik weet wel dat de Raad voor de Journalistiek bijvoorbeeld dat al gedaan heeft. Een blogger
tot orde geroepen en dat rechtbanken bevestigd hebben dat de Raad voor de Journalistiek daarvoor bevoegd was. Dus het, is niet het hoeft niet allemaal de wilde jungle te zijn in de online wereld. Nee. Hè. Maar stapje voor stap. Ik denk niet dat we met een kanon naar een mug moeten schieten. Ja, meneer Boulogne. Overigens, al onze collega's worden zo langzamerhand ook wel aanbieders van videofilmpjes. Ah ja, en berichten. Ja, we zijn eigenlijk zelf een medium geworden. Hè? Ja. Het is zeker zetbaar. Steeds meer. Ja, op de vraag of er niet een raamwerk voor inhoud zou moeten zijn in plaats van audiovisuele mediadiensten. In 1989, of het voorstel dat uiteindelijk heeft geleid tot de Televisie zonder Grenzen richtlijn in 1989, daar het originele voorstel van de commissie omvatte toen ook radio. En daar hebben de lidstaten hebben toen besloten dat er eigenlijk geen interne markt was voor radio op dat moment. En dat er ook geen reden was om dat te harmoniseren op Europees niveau. In hoeverre dat nu mogelijk is om alle inhoud, om daar iets daar zitten we ook met de, willen we de pers reguleren. Dus dat is iets waar we, voorzichtig mee moeten zijn om te zeggen we willen regelgeving op Europees niveau om dit allemaal te regelen. Met betrekking tot commerciële communicatie op videoplatforms zoals bijvoorbeeld YouTube. Als je op YouTube kijkt, dan zijn er vaak inderdaad gesponsorde vloggers. Er was een zaak in het Verenigd Koninkrijk waar beroemde vloggers Oreo-koekjes aanprezen. En die, daar is actie ondernomen op basis van de wetgeving die de Unfair Commercial Practices Directive heeft geïmplementeerd. Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling daarvan is. Maar het feit dus dat er horizontale regelgeving daar al daarop van toepassing is, dat is de reden waarom om de commissie voor met betrekking tot videoplatforms dat niet in aanmerking heeft genomen. Met betrekking tot de maximum harmonisatie voor video sharing platforms, dat zou alleen betrekking hebben op bescherming van minderjarigen en aanzetting tot haat. Dat betekent dat in principe de lidstaten vrij zouden zijn om met betrekking tot reclame regels. Ze zouden wel moeten verenigbaar moeten zijn met EU-regels zoals de Unfair Commercial Practices Directive. Maar in principe zouden daar nog mogelijkheden zijn voor de lidstaten. Met betrekking tot bijvoorbeeld reclame die je ziet op YouTube, een pre-roll bijvoorbeeld voor alcoholreclame. In de meeste gevallen, misschien wel in alle gevallen, wat de adverteerders daar aangeven is dat ze, wanneer die reclame te zien is, dat in principe de leeftijd van de kijker in aanmerking genomen wordt. Dus dat betekent dat er een soort age gating is, dat je ingelogd moet zijn op YouTube om die pre-rolls te zien. Dus alleen als de adverteerder weet dat degene die ingelogd is bijvoorbeeld boven de 18 is of boven de 16, afhankelijk van de legal drinking age. Dus dat daar op het niveau van zelfregulering vindt er al veel plaats. Met betrekking tot wat is een audiovisuele mediadienst op YouTube? Indien er een professionele vlogger is en die geld verdient met de reclame die daar wordt getoond bijvoorbeeld. In principe is dan zo'n kanaal op YouTube kan gekwalificeerd worden als een audiovisuele mediadienst. Maar in de praktijk, wie plaatst de reclame? Dat is vaak niet de individuele vlogger, maar dat is bijvoorbeeld YouTube of Google zelf. In sommige gevallen als een omroep een kanaal heeft op YouTube, dan kunnen ze beslissen dat zij de reclame zelf plaatsen.
En in sommige gevallen kan ook een aanbieder bepalen dus dat er helemaal geen reclame zou moeten zijn. En dat is allemaal afhankelijk van de onderhandelingen die met het platform plaatsvinden. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden en, die daar spelen. Ik kijk even rond, maar ik kijk nog even naar de zaal. Over zo op dat YouTube-filmpje in te gaan. Ik zag gisteravond op de trein Olivier Materling, dat is de directeur van de BEA, dat is Belgian Entertainment Association. En die vertelde mij dat YouTube-filmpjes voor het videoclubs daarop, dat als je niet zelf contact neemt met YouTube, dat men de reclame die rond het videoclub gezet wordt, helemaal geïncasseerd wordt door YouTube zelf. En als je dus contact neemt met YouTube, dat ze dan wel bereid zijn om een klein deeltje van die inkomsten aan de rechtmatige eigenaar van dat muziekfragment toe te kennen. Ik wil maar zeggen, het zijn geen automatismen. Je komt in een heel moeilijke verhouding en verantwoordelijkheidenstroom van wie wat. En het is een andere illustratie, maar hier gaat het over rechten, auteursrechten. Hè? En zeer moeilijk te definiëren hoe dat verder moet. Hè? Maar dus in die zin, omdat het raakt er ook wel aan, omdat je hier meteen ook aan de kant komt van belangen van, naast televisiezenders, van makers. Hè? Ja? Ook van makers van series morgen en van films en andere auteursrechtelijke thematieken, die denk ik ook wel in ons klein cultuurgebied niet onbelangrijk zijn, hè? Als ik het over zeg. Maar ik vind het een heel interessant thema eigenlijk binnen de hele discussie, maar het is inderdaad belangrijk dat deze herziening geen jacht is op de user-generated content, totaal niet. Ik denk dat we de criteria die Peggy Valken heel goed heeft uitgelegd, goed voor ogen moeten houden. Economische activiteiten voor eerst. Dus we sluiten al een heleboel van activiteiten uit, of filmpjes uit op die zin. Waar het ons te doen is natuurlijk, en dat is dan vooral het zogenaamde level playing field, het argument van de level playing field, van zijn er redenen om de platform-eigenaar anders te behandelen dan een aanbieder van audiovisuele mediadiensten, wanneer hij eigenlijk inkomsten genereert. Net zoals een aanbieder van audiovisuele mediadiensten ook inkomsten genereert wanneer het programma's maakt en dat met advertising financiert bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de oorspronkelijke intenties van operatoren ook goed in ogen goed moeten overwogen worden. En een nadeel van het ontwerprapport in het parlement, ook al bevat het heel nuttige pistes om het voorstel te verbeteren, is dat we inderdaad niet mogen vervallen in de focus op het uploaden van de video zelf. Ik denk dat we goed ook de publieke, de openbare belangen die we allemaal hadden om die benadering te steunen, niet mogen uit het oog verliezen. En moeten focussen inderdaad op de rol die bepaalde platformen hebben en de keuzes die maken, ook al is het geen redactionele verantwoordelijkheid, het zijn toch belangrijke keuzes die bepalen hoe die inhoud precies naar de consument wordt gestuurd. Dank u wel. Collega's, nog van uw kant opmerkingen, vragen, replieken? Nee, gewoon, voorzitter, we waren er eigenlijk net over bezig, maar u heeft het zelf aangehaald. De hele problematiek van de auteursrechten hangt er natuurlijk nauw mee samen, maar daar is ook een richtlijn. Een nieuwe richtlijn in de maak. Misschien moeten we daar de volgende sessie eens over hebben. Want ik denk dat we... Nee, is dat niet juist? Wat? Ah, kijk, zie. Daarom is die er nog niet. Ik zeg. Nee, voilà. Maar ik weet niet hoe ver dat ook allemaal staat en zo, maar dat we dat toch een beetje parallel proberen te bekijken, want het hangt toch wel samen. En het laatste wat hier gezegd is, ja, dat verontrust mij dan als burger toch meer en meer. Je kiest eigenlijk, je hebt de indruk dat je zelf kan kiezen wat je te zien krijgt, maar eigenlijk is dat niet waar. Dus, en iemand anders bepaalt, je moet bijvoorbeeld op Facebook, je hebt het ook wel, je hebt 3000 vrienden of zo, Facebook bepaalt wat je te zien krijgt. De mensen waarvan je zelf een bericht hebt geliked de afgelopen dagen, die hun berichten komen naar boven enzovoort. Dus ik heb soms echt het gevoel dat je daar toch wel door geleefd wordt, door al die mogelijke media die op ons afstormen. En hoe, dat is dan weer een heel ander verhaal, voorzitter, hoe dat we daarmee moeten leren omgaan. Maar dat zitten we in een andere kwestie van mediawijsheid. Maar toch, als ik dat hier weer hoor, als burger wordt het toch wel... Ja. En ik vind wel dat
dat we het als taak hebben als overheid om de burger daarin niet alleen te begeleiden, maar ook een stuk te beschermen. Dat denk ik ook, ja. Dus ja, ik denk dat dit verhaal vervolgd wordt, maar die auteursrechten moeten we meepakken. Ja. Zijn we voorlopig, want het is een going on, dat is een zaak, dat is nog een proces dat niet afgerond is natuurlijk. Maar het is wel belangrijk, denk ik, voor ons ook dat we onszelf goed informeren. En, zo goed, want het is een complexe materie, maar met een grote maatschappelijke impact. Televisie is dat, en de audiovisuele wereld is dat meer en meer. Hè. Ik dank de mensen van het panel voor de bereidwilligheid om te komen en toelichting te geven. Van Hans ter Harte, je hebt dat goed gedaan. En de collega's. En ik denk dat we elkaar in de komende 2 jaar of zo wel nog eens zullen zien om over een en ander hier verder over door te gaan. Maar ik vind het fijn dat jullie bereid zijn om dat te doen. En ik wens iedereen voor de rest een goede avond en een verdere goede voortzetting van deze dag.